en Nolikie tel bord so. 78, Louis nog steeds voor, Dirk Laurie op 69, David van Lille op 68 punte. En ons kom bij ons laatste open afdeling. Watter collectieve naam wordt in economische verband aan België, Nederland en Luxemburg gegeven, Louis? Benelux. Ja, die ziekte beriberi ontstaan als gevolg van het... Tekort aan B1. B1, David, is recht. Wie het Franklin Roosevelt na zijn dood opgevolgd, Louis? Harry Truman. Ja. Watter cricketspeler het die meeste toetspaalkies ter wereld laat kantel? Louis? Dennis Lilly. Ja. Na wie is Kimberley vernoem? Louis? Een Britse minister van kolonies. En was eerste minister ook geweest. Dat is helemaal correct so. Kimberley, dat is waar die naam vandaan kom. Om Apies Koolstrijd nog steeds, hy sê, dat is Kimberley. Ek sê, dat is Kimberley. Wie was die vorige naam, of wat was die vorige naam van Belize? Daar die klein staaikie daar tussen Noord- en Zuid-Amerika. Dit was vroeger bekend als die Britse Honduras. Hemelvaartdag val altijd op diezelfde weeksdag. Wat er een is dit, David? Donderdag. Ja. Wie het generaal Franco in 1975 als staatshoofd van Spanje opgevolgd, Louis? Koning Juan Carlos. Ja. Volgens die internationale gebruik, wat er nummer dra een loskop voor een man op zijn trui? Louis? Nummer 1. Ja. Wie het met die vrede van vereniging gezegd, hier staan ons bij die graf van twee republieken? Louis? De Wet. Nee, dit was president S.W. Burger. Hoe staan die plein in Amsterdam waar die koninklijke paleis geleden is bekend? Louis? Die Dam. Ja. Wat er land leest zuid van Nederland? Dirk? België. Ja. Wanneer schijnt die zon loodrecht op die Evenaar? Dirk? Op 22 december. Wanneer schijnt die zon loodrecht op die Evenaar? Ik heb hier twee datums. Lente en herfst, namelijk 21 maart en 23 september. Jammer. Wie was verantwoordelijk voor de eerste polio-instof van het dode virus tegen polio? Dirk? Dr. Salk. Ja. Wie was die leier van die vrijheidsdeputatie wat in 1919 naar Versailles gegaan het om voor die onafhankelijkheid van die voormalige boerenrepublieken te pleit? David? Smuts. Generaal Herzog. Tegen hoeveel karaat wordt zuiver goud berekend? David? 24. Ja. Waarvoor is Emil von Behring vooral bekend? Ontdekking van die serum voor de genezing van witsierkeel en kaakklem. Wie die Britse soldaten aangevoerd tijdens de slag van Boomplaats in 1848? Louis? Sir Harry Smith. Ja. Wat is de naam van die Britse troepenskip wat op 26 februari 1852 bij Danger Point gestrand het? Louis? Birkenhead. Ja. Hoe heet die vlieënier Manfred van Richthofen? Louis? Die Rooi Baron. Ja, ook bekend gestaan die Rooi Baron of die Rooi Ridder. Wie was mevrouw Margaret Thatcher's voorganger? Louis? Jim Callaghan. Nee, als leider van die Britse conservatieve partij was meneer Edward Heath. Wie was die militaire hoofd van Nigeria tijdens de Biafranse oorlog? Louis? Generaal Gouon. Ja. Wie het president Nixon opgevolgd als Amerikaanse president? Louis? Gerald Ford. Nog een punt bij aan jou. En zo kom ons aan die einde van nog een flinkdink reeks, die 1982-83 reeks. En ons sê baie hartelijk geluk aan Louis Rousseau met haar telling van 88 punten, David van Lille eindig met 70, Dirk Laurie eindig met 70, en die telbord, jy kan maar gerust nog een bykie daarna kyk, terwijl ons die prachtige motor hier in die atelier inbring om te oorhandig. En daar is die geluid van die Opel Kadett wat ons nou aan die winner gaan oorhandig, en die checks voor die tweede prijse aan David van Lille en Dirk Laurie. Kom, Louis en David en Dirk staan gerust nader. Ja, namens SAIK TV1's verskeidenheidsafdeling, baie hartelijk geluk en ons voorrecht om aan julle prijse te oorhandig. David en Dirk het geluk opgeëindig en hulle ontvang dus elkeen R500 met ons gelukwense. David, baie hartelijk geluk en dankie vir jou deelname. Ek het die sleutels hier verwissel, baie geluk. Dirk, ook aan jou die R500. Ons hoop dit sal baie handig te pas kom. Baie dankie. En dan Louis, ons verstaan jy het nie een motor nie. Ons sê vir jou baie geluk. Ons hoop hierdie motor sal aan jou baie kilometers een aangename reisgenot verskaf. Baie dankie. Geluk met jou oorwinning hoor. Daar is hy. Klim gerus in en voel hoe voel hy.
daarmee dan van Jaarse Flinkdink, voor Ola's, tot ziens en goeienacht.